Hey, mijn naam is Kees en welkom bij de Omega Ruby Nuzlocke serie hier op DDG. Voordat ik ga beginnen wil ik eerst even wat punten met jullie bespreken. Punt 1. Pokémon is een game. Mensen klagen over dat Pokémon saai is, maar naar het kanaal keek je ook alweer. Dat dus. Punt 2. Ik ben geen pro in Pokémon. Echt totaal niet. En dat beweer ik ook zeker niet te zijn. Ik vind het gewoon een hele leuke game. Punt 3. Zie jij verbeterpunten in de serie? Dan hoor ik dat heel erg graag. Ik probeer het namelijk zo leuk mogelijk te maken voor jullie. Punt 4. Wil je deze serie de komende tijd graag supporten? Doe dan gewoon even een duimpje omhoog en deel het met al je vrienden. Dat helpt mij heel erg. Je kan bijvoorbeeld nu dat duimpje omhoog al doen. Haha, daar zijn we mee klaar. Maar Kees, wat is een Nuzlocke nou eigenlijk? Nou, een Nuzlocke is niets anders dan twee belangrijke regels die toegevoegd worden aan een Pokémon game. Regel 1 is dat je Pokémons die dood zijn, ook echt dood zijn. Als mijn Pokémon feint, is hij echt dood. En regel 2 is dat ik alleen de eerste Pokémon die ik tegenkom op een route, of in een grot, of op het water, of whatever, mag vangen. Vang ik deze Pokémon niet, dan mag ik ook geen Pokémon meer op die route vangen. Dus dat is mijn enige kans om aan nieuwe Pokémon te komen, is ook op die manier. Snap je dit nog niet zo goed? Kan ik zeker begrijpen. Je kan het ook even googlen. Lego! En zonder verder getreuzel starten we dan bij deze. Met de Omega Ruby Nuzlocke! Yeah! Welke taal wil ik trouwens? Doe mij maar Engels. Dat snap ik. Ja, trouwens, Spaans ook al goed. Doe maar Engels. Oh, het begin. Dit doet me gelijk al denken aan de oude Ruby en Sapphire intro. Dit zijn de feels. Oh, gewoon precies dezelfde intro, alleen dan 3D. Oh jongens, mijn jeugd. In echt een paar woorden. Nou, niet een paar woorden, maar gewoon een paar beelden. Daar heb je een Latias. Die vliegt mooi over een vulkaan. En daar heb je de trainer. Brandon, zoals ze hem ook al noemen. Met zijn mooie groene rugtasje. En dan heb je nou een cool stukje. Wat, daar komt die, komt die. Dan heb je een Pokémon. En dan heb je nog een Pokémon. En dan heb je een epische muziek. En dan heb je allemaal Mega Evolutions. En dan heb je ervoor geduurd met een bril, maar dat maakt niet uit. En dan heb je Steven. En dan heb je Groudon. En dan is dit bij deze Omega Ruby. Wacht even. Oh nee. Oh nee, niet dit. Oh god, man. Niet dit team. Niet deze soundtrack. Als ik dit nog één keer hoor. Als ik dit nog één keertje hoor, hè. Nog één keer. Dan pak ik deze stoel op en smijt ik hem door mijn kamer heen. Goh, maar Kees, wat is het nou zo erg in deze soundtrack dan? Want dit muziekje is toch gewoon een leuk muziekje? Dit muziekje is niet gewoon een leuk muziekje. Weet je waarom? Dit hebben ze voor alle fucking trailers over Omega Ruby en Alpha Sapphire gebruikt. Alle trailers. Maar ook echt alle trailers. Dus ik heb het 300 keer gehoord, dan moeten ze hem dan nog steeds gebruiken. Dit is geen trailer, dit is de real shit. Laten we maar gewoon beginnen, want we zijn misschien al een paar minuten in de game. Of in de video. Haha, ik heb jullie allemaal voor de grap gehouden. Dit was helemaal niet Omega Ruby in Alpha... Dit is wel Omega Ruby in Alpha Sapphire. Of Omega Ruby in dit geval. Hi, sorry to keep you waiting. Ja, ik wachtte best wel lang, Birch. Ik bedoel, je staat er al mooi met je handje zo van, geef me geld. Nee, ik wil geld, hoor. Maar, welcome to the world of Pokémon. My name is Birch. But everyone calls me the Pokémon Professor. And this is what we call a Pokémon. Cool, hè? Wat? Huh? Oh mijn god, we zitten gewoon in de bus. Op onze oude Game of Advance spelen. This is amazing. This world is widely inhabited by creatures known as Pokémon. We humans live alongside Pokémon. At times playing together as friends and at times helping one another out. If you know what I'm saying. And sometimes we just like to have fun battling others like us. But as close as we are, we don't know everything about Pokémon. And in fact, there are still many, many mysteries surrounding Pokémon. I do research to try to unravel those Pokémon mysteries. En de rest kon ik niet lezen. Maar jullie als kijker kunnen dat vast wel lezen. Dan heb je een mooie Talo of Swallow. Volgens mij is het een Talo. Is het een Talo? Dat is een Talo. Lekker naar de zon gaat. Maar Talo, ik moet je eerlijk zeggen, je moet niet te lang in de zon kijken. Want dan, ja, dan word je blind. Oh, we gaan verder. What about you? Are you a boy or a girl? Ja, ik ben er toch, denk ik, best wel zeker van. Dat ik een jongen ben. Even kijken hoor. Ik ben een jongen. Dat weet ik nou best wel zeker.
Will you give me your name too? Natuurlijk wil ik je mijn naam geven. Mijn naam is... Ja, wat is mijn naam? Oh, dat is wel een beetje moeilijk. Hoor. Dat is wel weer van die moeilijke vragen, Birch. Moet niet doen. Niet van die moeilijke vragen stellen, jong. Mijn naam is Kees. Gewoon Kees. Weet je, normaal doe ik altijd manwijf heb ik gedaan. Ik heb Geer Kees gedaan. David. Ik heb van alles gedaan. Ik heb David gedaan. Maar, weet je, we doen gewoon Kees. Dat is mijn echte naam. Dat is ook de enige naam die ik eigenlijk ooit heb gekregen. En, ja, ik heb wel meerdere namen gekregen natuurlijk, maar... Dat is mijn echte naam. Staat ik op mijn pinpas, mijn idee. Oh, I see. You're dead, Kees. Ja, ik ben die ene. Ja. You're the one who's moving to Little Root Town, where I live. Inderdaad, heb je een mooie map. En een Azumarill knuffel. I don't know, buttplug. Your very own adventure is now about to unfold. Ja, we gaan beginnen. Be courageous and leap into the world of Pokémon. Our dreams, adventures and friendships await. I expect we'll be meeting again soon. En dan iets met Pokémon Lab, want ik niet snel genoeg kon lezen om het te vertalen naar Kees taal. Ja, Kees taal. That's a thing. En nou gaan we de wereld zien. Oh my god, it looks so pretty! Hallo Azumarill, Azumarill, it has a familiar smell. Ja, dat is omdat het een Azumarill buttplug is. Go to the outside world, my friend! En daar zien wij een nieuw avontuur. Huh? Wat is dit nou? Wat zijn die lelijke huizen nou? Hey, wat is dat nou? Dat is een fucking vliegtuig. Wat moet dat vliegtuig hier? Ik weet het ook niet, Kees, wat dat vliegtuig hier moet. Maar het is wel een mooi vliegtuig. Oh mijn god! De feels. Oh jongens. Right in die hart, gewoon hier zo. Dit doet wel pijn. Kees, you're here at last. Wasn't it tough riding in the back of the bumpy moving truck all that way? Well, this is Little Root Town. What do you think? This is going to be our new home. It has a quite... I have no idea. Feel. But it looks like it should be a nice place to live, don't you think? And you get your own room this time, Kees. Come on, you have to see the inside. Ik ga wel even naar binnen, even kijken of het daar een beetje mooi is, hoor. Ik ga lekker met je mee. Die vrachtwagen was trouwens niet heel mooi geparkeerd. En hij is allemaal Pokémon's ons aan het helpen om te verhuizen. See, Kees, isn't it nice in here too? Nou, ik vind het best wel redelijk mooi uitzien. The moving company's Pokémon even help with your unpacking and cleanup. They really make moving a kinch. Ja, yeah, kinch. Vind ik ook. Is het klaar? Thanks for all the hard work. We really appreciate it. Ja, man. Die Pokémon's begrijpen ook echt wat de fuck er gaande is. Dus ja, we zijn ook uit verhuizen, nou is het klaar. Dat is een beetje wat hij zegt dan. En ze gaan gezellig naar buiten. Dat is meer een vertaling van, hé, wat doe jij hier? Ik ken jou nog wel. Ik ben er wel erg vandaan. Je gooit die steen tegen me aan toen ik die mijn job was. Dat moet je niet doen, Kees. Zoiets was de vertaling. You should go and see your new room upstairs, Kees. Dad even bought a new clock for it to help celebrate the big move. You'll need to set the time though. Ik moet wel even de tijd zetten. Hey, weer een Azumarill doll. Wat een mooie Azumarill doll. Dat is eigenlijk een Azumarill buttplug. Ik ga eens even naar boven, eens even kijken wat hier te doen is. Even de klok zetten. The clock on the wall is moving. You got to set the time. Laten we die eventjes zetten. Oh, dat mogen we niet eens zelf doen. Oké. Okay. Hey, die tijd klopt niet. The hour hand was set to 23 and the minute hand to 16. Maar het is helemaal niet die tijd. Het is op dit moment 21 uur 49. What the fuck, game? Why you do this? How do you like your new room, Kees? Nou, ik heb nog niet eens bekeken. Ik heb de klok gezet en that's about it. Good, everything's put away neatly. They finished moving everything in their own stairs too. It really is so nice having Pokemon around us to help. Oh, but you should make sure that everything's all there on your desk. Ga eens even kijken op ons bureau. Even kijken wat er allemaal te doen is. Eerst even helemaal kijken. Oh my god, ik heb een fucking mooie Snorlax. Kan ik erop zitten? Kom op. Nee, ik kan er niet op zitten. Wat hebben we hier? Dit is een Wii U. Even promotie. Mooi tv. Mom might like this program. Better get going. Oké, en een mooi bed. Kunnen we het bed nog steeds liggen? Dan konden die oude Pokémon zeggen, ja, maar liggen. Ik wil liggen. Ik wil niet zitten. Ik wil liggen. Ik kan helemaal niet liggen, want het ligt hierin. Helemaal niks. Even kijken hoor. Wat is dit? Kees notebook is full of adventure rules he jotted down. Nummer 1. Open the menu with the X button. Nummer 2. Record your progress with save. Nou, dan gaan we gelijk eens even saven. Ik bedoel, waarom ook niet? Little Root Town, here we go. Saven. Mooi, we hebben gesaved. Wat is hier te doen? Helemaal niks. Nou, dan gaan we gezellig naar onderheen. Heb je een map trouwens. Een mooie map.
ziet er een beetje uit als die oude map. Dat is veel beter natuurlijk. Nou ja, niet precies veel beter, maar het is veel meer nostalgie. Oh, Kees, Kees! Kom quickly, ik moet snel komen. Ik kom eraan, moeders. Wat is hier allemaal te doen? It's the Pedalwork Gym. Maybe Dad will be on TV. Misschien is pap er wel interviewer. We brought you this report live from in front of Pedalwork Gym. Next up, a special look at the long-awaited meteor shower in the next star show. Oh, it's already ended. Ja, inderdaad. Ik wou gewoon mijn vader zien. Die heeft me in de steek gelaten vroeger. En dan probeer ik gewoon tv te kijken. Is het programma gewoon al afgelopen? What the fuck is that? Looks like your dad was on. But we missed this part. What a shame. But that reminds me, one of Dad's friends live in town. Professor Birch is his name. He lives right next door. Even een blauw zetten voor de kinderen dat snappen. Right next door! Daar moet je naartoe! Fucking Koen! Daar moet je naartoe! Niet daar zoals ze doen! Right next door! So you should go over and introduce yourself. Nou, ik ga er eens even naartoe. We hebben nog wel een mooi boekje op tafel liggen. Wat is dit? Looks like mom jotted down something. There are notes about tonight's dinner plans. Maar ik wil weten wat ik kan eten, maar... Ja, dat staat er dus net weer niet op gewoon. Oké, right next door. Moet ik niet hier naartoe? Nee, right next door! Hallo. Een vraagteken. Oh, hello, and you are? Oh, your case! Our new next door neighbor. Welcome. We have a daughter about the same age as you. She has been so excited about making a new friend. She should be in her room upstairs! Waar dan? Is naar beneden naar die kelder? Of in de room upstairs! Daar moet je naartoe, Kees! Daar moet je naartoe! Oké, okay. Snap ik ook wel hoor. I hope you'll go and introduce yourself. Nou, daar ga ik dan maar even naartoe. Let's go! May! Of moet ik je noemen? Gay! Heb je May? Oh my god! She looks gorgeous! Ze ziet er zo mooi uit! Ze ziet er echt heel mooi uit. Voor een game tenminste. Voor Pokémon ziet ze er echt enorm cool uit. Hallo May, je bent toch niet gay? Pokémon fully restored, items already and... Huh, wie de fuck ben jij? Ik ben Kees. Ja, aangenaam. Weer zo'n jongen. Moet ze nou altijd weer mij hebben? Ik bedoel, ik ben toch helemaal niet zo knap? Ik bedoel, kijk naar mijn ogen. Je ziet er echt fucking pixelated uit. Oh, je moet Kees zijn. Your move was today, huh? Well, I'm May. Glad to meet you. I actually have this dream of becoming friends with Pokemon all over the world. And then when that... Oh, I mean Professor Birch told me about you moving here. Case. Well, I was hoping you would be nice and we could be friends. My inventor clothes suck, dus er zit geen vriendschap in voor jou. Jammer. But that's just silly, right? I've just met you, Case. So what am I talking about? Hehe. Gelijk een beetje blozen. Oh no, I forgot. I was supposed to be going out to help Dad catch some wild Pokemon. Kees, I'll see you later. Ik zie je vast ook wel later mee. Je bent toch niet zo heel gay. Ze heeft ook een mooie Wii U. Ze heeft een witte. Of een beetje een zilver heeft ze. Wel een mooie Wii U hoor. Ik vind het helemaal mooi. Kan ik ook op mijn bed slapen? Gewoon gaan zitten? Nee? Nee, oké. Okay. Ja, ik kan zitten. Oh, leuk. Oh, wat leuk, 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 leuk. We krijgen straks onze eerste Pokémon. Ik heb er zin in. Echt heel veel. Wat is hier aan de hand? I think I hear someone screaming up ahead. What should I do? What should we do? Somebody has to go help. Dan doe ik het wel. Help me! Oké, kom je wel helpen. Wie is dit? Professor Birch waar een Poochyena achteraan rent. Oh, Professor Birch, jongen. Ik bedoel, ik weet het. Je bent wel zo'n gekke Pokémon, professor. Maar kom op, zeg. Hallo, you over there, please help me out. In my bag, there are some Pokeballs. Nou, dan gaan we die eens even pakken. En dan gaan we kiezen. Wie gaan wij kiezen? Gaat het A, Torchic worden? B, Mudkip of C, Treecko? Ik heb hier een lange tijd over nagedacht, zelfs voor deze serie. En ik heb besloten om met Treecko te gaan, puur omdat het ook een Nuzlocke is. En ik toch wel mijn Pokémon's niet dood wil laten gaan, een beetje. Een beetje dat. Dus we gaan voor Treecko. Ook al wel dat Torchic en Mudkip meer mijn favoriete Pokémon zijn, gaan we met Treecko puur uit. Ja. Waarom gebruik ik met Treecko? Nee, we moeten gewoon met Treecko. Let's go! Wil je deze Pokémon? Jazeker. Ik kies deze Pokémon. Treecko staat gelijk ervan. Let's do this! Hallo Poochyena. Mijn naam is Kees. En dan ben je op YouTube. Zit Poochyena. Nee, nee, dat mag over niet! Nee, nee, nee. Dat mag natuurlijk wel. Ik ben Kees.
Oh, we hebben zelfs Absorb. Dankjewel dat we een fatsoenlijke aanval hebben. Daar kunnen we tenminste iets mee. Op fatsoenlijke aanvallen kan je bouwen. Dat oude spreekwoord. Kijk, het was er niet toevallig. Op vertrouwen kan je bouwen. Nee. Kom op, mee. Nou, niet gek gaan doen. Het is op fatsoenlijke aanvallen kan je bouwen. Op Absorb kan je vooral bouwen. Dat is een goede aanval. Ik heb een beetje HP erbij. Ja, ik vertel me morgen. Een beetje tackelen. Nou, Pochano, doe jij maar tackle. Weet je wat ik dan doe? Nou, dat is onverwacht dit. Maar ik ga absorben. Ik ga lekker jouw energie absorben. En tot mijn energie in. En schreeuwen en zo. Dat is een beetje mijn ding. Het schreeuwgedeelte, dat is vooral een beetje mijn ding. Oké, doe nog een keer absorb. En vermoord hem. Eigenlijk niet, maar laat hem feinten. Nee, trouwens, het is een Nuzlocke. Ga maar lekker dood. Doei, Pochano. You died. Bitch. Ga lekker die... Fuck you in your face. Phew. I went into the tall grass to serve with wild Pokemon, and when I was suddenly jumped, you saved my hide. Thanks a lot. Oh, but you're Norman's boy, Case. I didn't even realize who you were at first. You've grown into quite a young man. This isn't the place for chat, though. Come along to my lab. Ga ik lekker met hem mee naar zijn lab en dan gaan we lekker dingen doen. Heel lekker. Wel een mooi lab. Het ziet er niet echt uit als een lab. Het ziet er meer uit als een van een gek huisje. Zo'n huis die allemaal van die gekke mensen maken. Maar ja, van de andere kant professor Birch ook wel een beetje gekkie. So Case, I've heard so much about you from your father. But he said that you don't have your own Pokémon yet. If that's true, that was quite the performance back there. Looks like you're really your father's son. Oh yes, to say thanks for rescuing me out there. How about I give you that Pokémon you used earlier? Dankjewel voor die trico, dat is heel erg vriendelijk van je, man. While you're at it, why not give me a nickname to your trico? Yup, that's the spirit, so what kind of name will you go? En hier heb ik ook een lange tijd over nagedacht. En ik weet hem nou al, ik was zo fucking hyped voor deze game. Niet normaal, iedereen was hyped voor een andere game. De een was hyped voor Watch Dogs, de andere was hyped... Ja, als je voor Watch Dogs trouwens hyped bent geweest, sorry. Sorry, man. Ja, gewoon sorry. De andere was hyped voor GTA 5. De andere was hyped voor what the fuck, Minecraft 1.8 dit jaar. Ik was hyped voor deze game dit jaar. En weet je hoe ik hem dan ga noemen? Ik noem hem Hyper. Want Trico gaat mijn beste mattie worden. De eerste mattie. Hij is hyper. Hij moet mensen aankunnen. En ik ben fucking hyped voor deze game. Dus Hyper, here we go. Ook nog een leuke regel van Nuzlocke die ik altijd doe, is de Pokémon zijn nickname geven. En dan bij deze, de eerste Pokémon die we hebben, geef dan ook de nickname Hyper. You know, if you work with your Pokémon and gain experience, I think you'll make a pretty excellent trainer. My girl, May, happens to be out on route 103 right now, serving Pokémon for me. It might not be a bad idea for you to head out to that way yourself. What do you think? Ah, weet je, nee. Oh, don't be that way. You should go meet my kid. Okay, Birch. Dan doen we dat. Great, I'm sure May will be happy to hear that, too. She can help teach you what it means to be a trainer. Oh, yes. And if you're ever lost along the way, use your area nav on your PokéNav Plus. Die plus doet het erbij. You can use it to see how to get to 103, route 103, where May ought to be. And if you are, or your Pokémons get tired, get some rest back at your new house. Cool. Wat doe jij hier dan, mijn mooie bril? Wat doe jij hier dan? Wat doe jij hier dan? Professor Pirates is studying the habitat of the distribution of Pokémon. The professor enjoys May. May's help, too. There's a lot of love there. Heel veel liefde. Met condomen en zo. Met condooms. Kevin condooms. Kevin Dooms. Condooms. Dat is een nooit eerder gemaakte grap. Wat ik hier aan merk is dat je aan elke kant gewoon kan lopen. Dat is nieuw. Dit voelt gewoon als een win. Dit voelt gewoon heel goed. Het voelt van binnen gewoon zo van... Ja. They finally did something about that. Oh my god. Route 103. Of wat voor route was dit? Was het 102, 103? I don't know. Welke route was 101? Wow. Ga eens even met wat Pokémon's vechten. Ga eens even Pokémon's in elkaar slaan. Nee, die niet slaan, want dat is niet goed. Hé, hey, kijk, een Wurmple. Die is heel klein. De eerste Pokémon-regel die gaat trouwens pas in als ik mijn Pokéballs heb. Die ik op dit moment nog niet heb. Dus dat gaat er niet in. Dus dan kunnen we een beetje Pokémon slaan. Gaan een beetje, ja, slaan. Hé, hey, maar dat is ook nieuw. Als ik Pound gebruik, dan doet hij hem alsof hij hem slaat. En als ik Absorb gebruik, dan doet hij iets heel anders. Dat is nieuw en dat is cool.
Weet je waarom ik dat leuk vind? Omdat dat vroeger gewoon niet zo was. Weet je hoe het vroeger was? Speel eens van die oude Pokémon games. Dan zit je van, oh. Oh. Kees, ik heb medelijden met je. Ja, ik ook met mezelf, oké. Okay. Maar het was vroeger gewoon heel leuk. Vroeger was eigenlijk alles gewoon goed. Weet je, als je er zo over nadenkt, denk ik, hey, vroeger was het wel leuk. Maar van de andere kant, wat we nou hebben, is het eigenlijk veel leuker. Dat is een beetje het hele idee. Lekker XP, level 6! Krijg je nieuwe aanval, bullet seed. Geen bullet seed voor Kees. No bullet seed, no cry. Trouwens, no bullet seed, a lot of cry. If your Pokémon get tired, take them to the Pokémon Center. There's a Pokémon Center in Old Deal Town, right close by. Nou, dan gaan we daar eens even naartoe. Laten we even kijken wat daar bij die gekke Pokémon Center allemaal te doen is. En wie is dit? Wat kom jij hier doen, marktpersoon? Hi there, I work at the Pokémon. Oh shit, hij wil mijn dingen verkopen. Hij wil mijn dingen aansmeren. Nee, ik wil er maar niks. Ik wil een pokeballen. From what I can see, you're a novice trainer, am I right? Okay, being super kind-hearted as I am, I'm going to give you useful advice. Wat voor advies geef je me? First of all, that's a Pokémon. Ja, dat kon ik zelf ook al zien. Just look for our blue roof. We sell a variety of goods, including Pokéballs for catching Pokémon. I'd like you to have these as a part of special promotion. Potions! Potions can be used anytime. Ja, dankjewel. Nou, dit is een Pokémon Center, dat wist ik ook al. Ja, dit is een Pokémon Center, rode roof. Blablabla, er is een vrouw hier. En, nou, doe maar iets. Neuker of zo. Is goed, dan doen we dat wel. Ik ga dat doen. Ik ga naar binnen. Ik ga tegen jullie zeggen, hey! Hier zijn de condooms. Neuken. Dus. Hier zijn de condooms. Neuken. Good evening, welcome to the Pokémon. Nee, dat wil ik helemaal niet. Nee, ik wil wel even gewoon mijn Pokémon laten rusten. Ze moeten wel even rusten. Mijn enige Pokémon, want hij was al bijna dood. En voor een Nuzlocke challenge kan ik natuurlijk niet maken bij de eerste aflevering dat we het gewoon falen. Waar ik trouwens aan zit te denken, mocht ik deze Nuzlocke challenge absoluut gewoon niet halen. Wat ik dan op dat moment ga doen is gewoon verder gaan met de save game. En dan speel ik de game gewoon uit, maar dan niet op Nuzlocke. Oké, dat is mee. En er staat een jochie. En ik wil naar het jochie toe gaan. Maar de game zit zo van, nou kijk, als je dan eens even niet doet. Een Zigzagoon, Hyper, go! Hyper staat zo, get Hyper! Ik doe gewoon even Absorb. Op de vorige Pokémon tegen we vochten, dat was die Wurmple, daar werkt Absorb niet zo goed op vanwege de type. Maar tegen deze Pokémon werkt het natuurlijk wel. En waarom is dat zo? Ik heb geen idee. Dat staat in de game zo. I don't really know. Het is gewoon zo. Als je een Pokémon fan bent, dan weet je gewoon zo dat het gewoon zo is. Je gaat er niet moeilijk over doen. Het is gewoon zo dat de Zigzagoon minder goed tegen Absorb kan dan een andere Pokémon. Het is wel leuk om te weten dat we zo direct tegen een Torchic moeten vechten. Terwijl ik, ja, mijn Pokémon van level 6 hebben. En zij waarschijnlijk net iets hoger. Dus dat is leuk om te weten. Het is voor de rest niet heel leuk, maar dit is leuk om te weten. Weten we het in ieder geval waar we aan toe zijn, snap je? Dankjewel voor al die mooie HP. Dank u. Dank u jou ook. Dank u jou. En dank u jou. En natuurlijk dank jou. Een kindertje, waar heb jij over met elkaar over praten? Press the circle but closely to sneak close to Pokémon. Oh, serieus? Lol, dit is nieuw! Oh my god, ik ben zo hyped! Hyper! Ik denk dat het een goed plan is om sowieso onze Pokémon even een level omhoog te trainen. Ik bedoel, mee staat er wel zo van, kijk, ik ben mee! Ja, misschien een klein beetje gay. Die grap is niet meer grappig, olé! Maar ik maak hem nog steeds, omdat op een of andere manier klinkt het lekker in je mond. Mee is gay. Maak hem zelf eens. Mee is gay. Maar is mee dan gay? Nou, waarschijnlijk niet. Maar het klinkt gewoon lekker in je mond. Hé, Kees, weet je wel hoe goed in de mond is? Dat is een lekkere piemel. Nee! Nee, persoon. Denk er niet aan. Dat ligt niet lekker in je mond. Ik heb trouwens niks tegen mensen die dat wel doen hoor. Als jij een piemel in je mond wil nemen, ik vind het helemaal goed. Maar ik zou het niet doen. Dat is meer mijn ding. En dan nog even Absorb die Pochiana en maak hem dood. Helemaal dood. Oh my god, that's a Wingle. I love myself some Wingle. Ik ga eens even tegen die Wingle vechten. En Wingle is een Pokémon die is water en vliegt. Dus Absorb werkt er hem, ja, gewoon normaal op. Doe gewoon Absorb. Absorben we al die kracht en dan hopen we een klein beetje nadat als we die Wingull hebben vermoord dat we dan bullet seed krijgen. Want dan zijn we gelijk een stuk fucking sterker. Dat is een beetje het plan.
of we dat krijgen. Ja, dat zit niet in het plan. Het plan, het heeft een start, een plan van aanpak en zo. Het heeft een functioneel ontwerp, een technisch ontwerp. Maar we hebben nog geen testrapport, dus we weten niet echt of het echt zoiets is dat het werkt. Komen we hopelijk straks wel achter. Zoals nu. Komen we erachter? Como estas? Kom op, geef me een bullet seat. Bullet seat. Geef me bullet seat. Ja. Nee. Jammer. Ja, jammer. Dan gaan we nog even tegen mee vechten. Hey, mee. Ik wil met jou vechten. Let's see. Oh, route 103. I found this Pokémon and this one too. Oh, hey, Case. What's that? Oh, my dad gave you a Pokémon as a gift, huh? Well then, why don't we go ahead and have a quick battle? Daar had ik al op, gerekend. Die had ik al verwacht. Haha. Die zag jij niet aankomen, mee, dat ik die had verwacht. Een mooi strikje, ja, een mooi strikje vind ik ook. Kom maar hier met je Torchic. Een van mijn favoriete Pokémon zal ik nou afslachten. Kom hier jij. Hij is als het goed is gewoon level 5, maar misschien is hij hoger. Ja, hij is level 5. Nee, dat moet wel te doen zijn dit. Behalve als hij iets als Ember heeft, dan ga ik echt heel hard huilen. Please, upgrade Ember. Hij heeft Scratch. Everything's fine. Calm down, calm down. Alles is oké. Okay. Hij heeft alleen maar Scratch. Ik doe maar gewoon Pound. En dan... You're the way around. Want dat rijmt. A critical hit. Als hij nog een paar keer een critical hit doet, dan ga ik gewoon echt heel hard huilen. Dan zit ik echt zo van... Nee. Waarom? Weer... Ik ga gewoon fucking een potion gebruiken. Fuck dit. Zodra ik ga gewoon verliezen. 11 potions? Wow, die gozer van de markt was wel echt heel vriendelijk. Ik dacht, nou die geeft me 1 poosje wel op. Van nou, hier heb je 1 poosje. Hij heeft me de 11 gegeven. Oké, daar kan ik niet om klagen. Ik bedoel, het zijn 11 potions. I think that's fucking right. Motherfucker. Nou, Torchic. Bye bye. Geen lekker XP. Bijna level up. Och nee. Ik ben toch een beetje... Oké, ik hou erbij op. Wow, that's great. Case, you're pretty good. €200. It was a good battle. Thanks. Let me heal up both our parties real quick. Dankjewel, May. Dankjewel. Your team's health was restored. Whoa, I think I know why my dad has his eyes on you now. I mean, you just got a Pokemon and you have already got that strong of a bond. I bet you could probably befriend any of the Pokemon you meet. Met a smile. Phew. I guess I'd better head back to the lab. Spring er even mooi overheen. Helemaal mooi. Hey maar mensen van Dus David Games. Ik bedank jullie bij deze voor het kijken naar de eerste aflevering van Omega Ruby Nuzlocke. Vind je dit nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Je kan het ook altijd even delen met je vrienden. Heel fijn. En dan bij deze ga ik de laatste vraag voor jullie beantwoorden. Kees, waarom ben je zo net gekleed? Waarom? Ik vond gewoon het heel erg nodig voor de eerste aflevering van Omega Ruby om toch even netjes gekleed te zijn. Om gewoon het goed te introduceren voor iedereen. En daarom vraag ik jullie ook even om te delen. Eerste aflevering. Ik heb er heel veel zin in. En ik hoop jullie ook. Mensen, ik ben Kees. Van Gergees. En Eddegij. En ik bedank jullie heel erg voor het kijken. Dat doe ik ook gewoon. En dan zie ik jou. Hopelijk bij de volgende aflevering weer. Later! Nou mensen van DDG, ik hoop in ieder geval echt dat jullie deze video leuk vonden. Vond je hem nou leuk? Ik heb het al gezegd, maar doe even dat duimpje omhoog. Plaats een reactie, ik lees ze allemaal. Links is een video van mij, rechts is een video van mij. Je kan ze beide aanklikken. Check ook even mijn kanaal uit. Ik upload bijna dagelijks. Hey mensen, ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie later.